is hier Wuitens voor AZ. Wacht lang met zijn voorzet. Komt dan met die bal richting Weghorst. Lucassen aangetikt. Vrije trap AZ op een aardige positie, toch? Heel licht tikje van Navarone voor. Met Lucassen achter de bal. Lucassen met een vrije trap op de lat. Schitterende trap van de middenvelder van AZ. Dicht bij de openingsgoal. Vitesse komt goed weg. Rashica. Even los van Haps. Haps vecht zich terug in dat duel. Spectaculair aan de competitie begonnen, Haps. Hier is de kopbal. Tegendraad. Was nog heel krap uit die hoek. Om zoveel vaart mee te geven. De kleine Nathan. Weghorst weer een duel met Kasia van Overheem sluit aan. Daar is ja Handbaks onderweg. Veel sneller dan Kruiswijk. En terugleggen. En daar de kans voor Weghorst. Goeie aanval van AZ. Wat overduidelijk de bovenliggende partij is in de eerste 20 minuten. Van Overheem. Rashica ook aan het meeverdedigen. Daar komt de paas naar Handbaks. Kruiswijk. Een beetje lop. Maar Makkeli vindt het niks. Dus die voorzet van Overheem. Kruiswijk kijkt even naar de bal en vangt dan Handbaks op. Rashica dan voor Vitesse. Rashica met de demarrage. En krijgt die bal nog voor de goal. Svensson, moeizaam. Seuntjes moeizaam. Leerdam. Kan niet tot een schot komen. Rashica. Vitesse heeft nu wel 3-4 man in het 16 meter gebied. En daar het doelpunt. Daar is de goal voor Vitesse. 10 minuten voor tijd. Ricky van Wolfswinkel. Explosie van geluk aan de rechterkant van het stadion. Bij de 18.000 uit Arnhem. Bij de schoonvader van Wolfswinkel. Rashica met de voorzet en de inschattingsfout van Krul. Want zo mag je het toch wel typeren. En het spitseninstinct van Wolfswinkel die in zo'n voorzet gelooft. En toch maar doorloopt. En dan het hoofd tegen de bal krijgt. Bij Leerdam gaat het echt niet meer. Die is al veelvuldig getroffen door de krampen. Heeft nu ook een tik gekregen op de kuit, zo lijkt het. Of komt hij helemaal verkeerd neer? Ja, dat laatste dus. Grijpt naar de knie. Dit ziet er slecht uit voor Leerdam. Dit ziet er heel slecht uit voor de restback van de Arnhemmers. Dix. Van Wolfswinkel gaat erachteraan. Staat geen buitenspel. Dan zou hij het hier kunnen beslissen. Van Wolfswinkel. En dat doet hij. Twee keer. Ricky van Wolfswinkel. De man van deze finale. Geen buitenspel. Dat wordt opgeheven door Haps. Dan het duel tussen Van Wolfswinkel en Vlaar. Vlaar is gezien. En geweldig afgerond. Dat moet gezegd door Van Wolfswinkel. De kapbeweging. En dan de droge knal in de lange hoek voor de 0-2. Lucassen. En bijna vloog hij er ook nog in van het hoofd van Friday. Dan is daar het laatste fluitsignaal van Danny Makkeli. En sprint alles en iedereen in het geel-zwart het veld op. Om te vieren dat Vitesse verlost is van dat juk. Van net niet, want nu is het alles. Is de KNVB-beker voor Vitesse. Dankzij Ricky van Wolfswinkel, de spits die terugkeerde in Arnhem. Daar uit de catacombe opgestaan. Leerdam, want hij wilde er natuurlijk ook niets van missen. De diagnose, de pijn, dat komt allemaal later wel. Het verdriet komt later wel, want hier is de vreugde.